Een storing zorgt bij ons vandaag voor flink wat bewolking, en daaruit valt met name vanochtend enige tijd regen. In de loop van de middag wordt het dan vanuit het zuidwesten vaker droog, en misschien dat het in het zuiden ook enige tijd opklaart. Vanochtend dus veel regensymbolen op de weerkaart. De temperaturen daarbij zeker niet laag, met 7 tot lokaal zelfs 11 graden als ochtendtemperatuur. Daarbij waait de meest matige tot vrij krachtige westen- tot zuidwestenwind. En vanmiddag wordt die wind zelfs sterker, matig boven land tot hard aan zee met kans op zware windstoten. Vanuit het zuidwesten wordt het dan wel wat vaker droog en mogelijk klaart het ook eventjes op. Vanavond dan is het dan op de meeste plaatsen droog, alleen in het noorden van het land is het toch nog echt bewolkt en nog een beetje regenachtig. De temperaturen die blijven hoog, net als morgen met dan 9 of 10 graden. De westenwind die blijft al vlaggerig, maat vrij krachtig boven land tot krachtig of nog eventjes hard aan zee. Toch schijnt in de westelijke half van het land eventjes de zon. De komende dagen dan blijft het eigenlijk vrij zacht en wisselvallig, met name zondag en maandag nog vrij hoge temperaturen. Zondag is dan nog nat als een regengebied passeert. Vanaf maandag wordt het door een hoge drukgebied vaker droog, waardoor eerst de kerstdag mogelijk zelfs op de meeste plaatsen droog verloopt. Ik ben Wilfred Janssen voor Weerplaza.nl.